Muriel Rotsburg die is ernstig getraumatiseerd met hetgeen zij zondagnacht samen met haar zoon heeft meegemaakt. 5 gemaskerde en gewapende mannen die hebben geprobeerd om in te breken in haar woning. Het is haar 15-jarige zoon geweest die dat zag via de camerabeelden en toen alarm sloeg. Maar waarom mevrouw Rotsburg haar verhaal deelt met de pers, is het feit dat wij nu zoveel dagen verder zijn en dat de politie nog steeds niet is gekomen om de camerabeelden op te halen, zodat dit kan helpen bij het onderzoek. En daar spreekt mevrouw Rotsburg haar grote verontwaardiging, haar grote afkeuring uit van hoe de politie zo kan omgaan met deze voor haar zeer ernstige zaak. Wij voeren nu naar mevrouw Muriel Rotsburg. Iedereen dit moet weten. Iedereen moet bewust zijn van de situatie in het land en wat ons allemaal kan overkomen. Omdat voordat het mij overkwam, had ik het idee dat dit alleen in films voorkwam, in Facebookbeelden die ik zag en dat het een ver van mijn bed show was. Totdat het mij overkwam. En ik nu weet wat het met mij doet, wat het met mijn kind heeft gedaan. Dus ja, het verhaal moet gehoord worden. En wat hebben jullie meegemaakt? Op welke dag en hoe laat was het? Dus mijn hoofd is zo broeia. Ik weet niet eens als ik het probeer te verstoten, maar volgens mij is het zondagnacht gebeurd. Ja, het is zondagnacht gebeurd. Tussen 3 en 4 uur in de ochtend werd ik wakker gemaakt door mijn 15-jarige zoon, die toevallig een geluid hoorde. Hij deed als eerste de televisie aan, omdat onze camerabeelden op de televisie ingesteld zijn. Hij deed het aan, hij heeft eerst gekeken. En toen zag hij 5 gewapende mannen helemaal, weet je, bedekt met maskers en zo. En hij is me toen pas wakker komen maken. Heel rustig heeft hij me wakker gemaakt. Door me te zeggen, mama, er staan 5 mannen buiten. Ze proberen binnen te komen. Hij zegt, moet ik het alarm activeren? Moet ik een duw geven aan die deuren, zodat het afgaat? En zo toevallig die avond had ik mijn alarm niet aangezet. Het is de eerste keer dat mijn alarm niet aan was. Dus het eerste wat ik deed was mijn knopje van mijn alarm activeren. En paniek, want ik keek naar de beelden op televisie en ik zag 5 mannen rondlopen, mijn achterdeur, zagen. Het eerste wat ik deed is de politie bellen. Daarna kijken van wat ik moest doen. In een fractie van een seconde, omdat ik continu naar die beelden kreeg, keek eigenlijk heel verstijf van angst. Wist ik ook niet wat ik moest doen, behalve de politie bellen, maar er was paniek. En mijn 15-jarige zoon heeft een zodanig grote risico genomen. Ik denk dat hij voelde van, we zijn in gevaar. Het gaat om mijn moeder en ik moet mijn moeder redden. Dus zonder dat ik het door had, liep mijn zoon door de binnendeuren en is de confrontatie aangegaan met 5 gewapende mannen. Een kind van 15. Het eerste wat hij deed, wat hij me daarna vertelde, was het licht aanmaken. Want het gordijn stond al open en ze hadden al 2 spijlen afgezaagd. Dus een dun persoon kon zo naar binnen komen. Hij heeft het licht aangemaakt. Hij heeft een trap tegen de achterdeur gegeven. En toen activeerde het alarm. En toen zijn ze weggerend. 2 links en 3 rechts van de schutting. Ik heb gewacht op de politie. Weer gebeld. Maar natuurlijk, paniek. En ik heb binnen mijn familielid, heb je mensen die in het korps zitten. Dus ik dacht, het enige wat ik kan doen is 1 van hun bellen om te vragen van, kun jij het telefoontje voor me plegen, want misschien komen ze dan. Heeft hij ook gedaan. Hij heeft 2 keer moeten bellen. Het heeft zeker een half uur geduurd voordat de politie ter plekke was. En toen ze aankwamen, kwamen ze aan met zwaailichten. Weet u, ik ben geen agent. Ik ben daar ook niet voor getraind.
Maar een logisch en een weldenkend mens weet dat als jij op zoiets afkomt waarbij ik bij de melding al heb gezegd dat ik alleen ben met een 15-jarig kind, ga jij niet zoveel aandacht trekken. Zij kwamen hier met zwaailichten, zeer laag, trage tempo, bijna een half uur later. Twee agenten die stappen uit de auto, één met 4 strepen op zijn schouders en één met 2. Doen even een ronde, maar je hebt al zoveel aandacht over je heen getrokken van, je hebt mensen de gelegenheid al gegeven om weg te rennen, stel maar dat ze nog in de buurt waren. Ze kwamen naar binnen, er werd me een paar vragen gesteld, mijn zoontje liet de camerabeelden zien, hij heeft wat gefilmd. Het enige wat hij daarna tegen me zei is, hou u goed, hou u sterk, heeft u een wapen? En toen dacht ik, een wapen? Ik zeg, nee, wat moet ik met een wapen? Hij zegt, u heeft geen wapen. Ik zeg, wat moet ik met een wapen? Tuurlijk heb ik geen wapen. Maar ik begreep eigenlijk pas later wat hij daarmee bedoelde. Kijk, ik heb een bedrijf. En bij een bedrijf mag je een wapenvergunning aanvragen. Je mag op schietlessen gaan. Maar ik begreep hem op dat moment niet, want ik was in paniek. Los van dat hij me dat vroeg, zei die ook nog tegen mij, wat ik hem echt heel erg kwalijk neem. En dat is, we zouden niet komen. Hoezo zeg je aan iemand die staat te shaken in paniek met een 15-jarige zoon die zoiets dramatisch heeft meegemaakt. Je staat als agent naar de beelden te kijken. Je gaat me informatie geven dat te zwaar voor me is om op dat moment te kunnen verwerken. Je hoeft me niet te zeggen dat jullie pro-wagen kapot is, want ik heb niks aan die situatie. Bescherm me juist door verzin desnoods iets anders. Maar je maakt het alleen maar erger in mijn bovenkamer, want je gaat me in een wat-als situatie plaatsen. Dat ik ga denken van, oké, dus Eva pro-wagen, die is dat. Hij zegt gewoon tegen me, onderstel van de pro-wagen is niet goed, dus we zouden eigenlijk niet komen. Dus wat zou er dan met mij gebeuren? Wat zou er dan met mij gebeuren? Los daarvan, meneer Ganesh. Ik probeer gewoon heel professioneel en heel nuchter dit verhaal te vertellen. Maar van binnen ga ik kapot. Ik ben een moeder. Ik ben een moeder van 3 kinderen, waarvan de 2 oudste in Nederland wonen. Ik ben verhuisd met mijn 15-jarige zoon. We wonen hier al een jaar, waarbij daarvoor helemaal niets is voorgevallen en ik verschrikkelijk trots was op mijn buurt. Ik ben pas een maand gestart met mijn werkzaamheden. Vandaag is precies een maand geleden. Waarbij ik zo trots was en mijn buurt zo heb opgehemeld, dat ik gewoon niet kan geloven dat iemand een jaar lang heeft gewacht. Kijk, je zou denken, omgekeerde wereld. Ze is pas uit Nederland gekomen een jaar geleden. Ze zou wel budget bij zich hebben, want ik moest toen mijn bedrijf bouwen. Een jaar later, ik ben al lang blij dat we klaar zijn met de bouw, dat ik verdiensten kan hebben, zodat ik verder kan gaan. Ik ben geen mevrouw sieraden, ik ben niet mevrouw dingen die van zoveel waarde zijn en ik ben zeker niet mevrouw cashgeld in huis. Mijn cliënten betalen via de bank, dus wat valt er te halen? Het was zo een goed georganiseerd ding, want zij hebben hun tijd genomen. Ze hebben zeker een uur op mijn schutting, op mijn trap, op de vloer hebben ze gezeten en daar moest ik naar kijken tijdens de camerabeelden. Ze hebben zoveel tijd genomen dat ze zelf een telefoontje hebben gepleegd. Want toen die spijlen van het dievenijzer hun zoveel probleem had en ik geloof dat dat gewoon God is die hun vertraagd heeft in hun daden, wat ze moesten plegen, heeft een van ze een mobiele telefoon uit zijn zak gepakt. En heeft een telefoontje gepleegd waarbij de 4 anderen bij elkaar kwamen. Hun hoofden waren bij elkaar en ze waren aan het overleggen. Dus ik haal het niet uit mijn hoofd. Elk weldenkend mens gaat denken, waarvoor moet je op dat tijdstip overleggen? Als jij al weet wat je gaat doen. Dus na hun overleg, telefoon ging weer in hun zak. En toen gingen ze verder. Het is zo angstaanjagend om terug te kijken en die beelden zetten op mijn netvlies. Gewoon terugkijken hoe iemand op mijn gasbom rooster staat. Om echt via mijn badkamer te wippen om naar binnen te kijken. Het ergste van alles is mijn kind. Wat als
Wat als het anders was afgelopen? Wat als mijn kind zijn AirPods in zijn oren had? Wat als ze niet leeg waren gelopen en hij had het gezaag niet had gehoord? Hoezo? Het is voor mij als moeder verschrikkelijk om ermee te dealen. Ik voel me haast schuldig dat mijn kind dit heeft gedaan in plaats van dat ik het als moeder heb gedaan. Ik had helemaal niet in de gaten, want mijn kind is heel rustig. Praat niet. Maar zo zie je maar mensen die niet praten handelen. Het kan een impulsieve actie van hem zijn geweest dat hij helemaal niet heeft nagedacht. En daarna, toen het gebeurd is, heb ik nog meer stilte in mijn kind gezien. Mijn kind heeft daarna 2 dagen lang, ik wist niet eens meer dat ik een houwer in huis had, want die hadden we gekocht voor werkzaamheden hier om het schoon te maken. Dat ik een nieuwe houwer had. Ik weet niet waar hij het heeft gevonden. Hij heeft 2 nachten met een houwer op zijn schoot gezeten. Hoe hij niet durfde te slapen. Het is trauma. Dat hoort een kind niet te hebben. Een kind hoort niet door zo'n fase te gaan. Maar wat moest ik doen? Ik moest wachten op de politie. Ik wacht op een onderzoekteam. Ik wacht dat iemand een sporen van een afdrukken komt ophalen. Ik wacht op de digitale recherche. En ik wacht nog steeds. De reden waarom ik besloten heb om contact met u op te nemen, maar ook ik wil eigenlijk iedereen spreken hierover, is eigenlijk een statement maken om te laten zien hoe het systeem werkt. Het systeem werkt niet. Ik kan niet zeggen hoe het systeem werkt, hoe het systeem niet werkt. Het kan niet zo zijn. Wat als ze naar binnen waren gekomen? Ik heb geen geld, ik heb geen dure sieraden, ik heb geen dingen. Wat was er anders gebeurd? Als mijn zoon had besloten om op dat moment voor me op te komen, dan had hij misschien een kogel door zijn hoofd gekregen. Als ik had besloten van, oké, ik kom voor mezelf op, wat dan? Als ze niet hadden gevonden wat er niet in het huis is, wat dan? En ik vind niet dat mensen hiermee moeten weglopen. Veel te vaak lopen mensen weg met dit soort acties en dat het een vergeten zaak wordt. Ik wil aandacht op deze zaak. Ik wil de gemeenschap wakker schudden. Vandaag was het voor mij, of niet vandaag, het was toen voor mij. Het kan morgen iemand anders zijn. Want deze mensen zijn harteloos, ze zijn druk bezig en ze gaan gewoon maar door. Ik wil aandacht op deze zaak en ik wil eigenlijk ook aandacht op de justitie. Onze agenten, degene die in het leven staan om ons te beschermen. En ik snap dat je niet iedereen tegelijk kan beschermen. Maar soms moet je je gezond verstand gebruiken. We zijn nu zoveel dagen verder. Hoezo zijn mijn beelden nog niet opgehaald? Wat moet ik doen? Moet ik op mijn blote knieën gaan om te smeken? Moet ik eerst iets gaan betalen omdat mijn beelden worden opgehaald? En dan zeg ik niet dat het korps corrupt is. Geloof me, dat bedoel ik niet. Maar wat moet ik nou eigenlijk doen dat iemand dit serieus oppakt? Want wat als het anders was afgelopen? En het loopt ook anders af. Want als je elke dag de kranten berichten, de nieuwsberichten, dan hoor je wat er gebeurt met mensen. Het zullen wel mensen zijn die weten dat ik hier alleen met een kind woon. Ik woon hier alleen met een kind. Het was een georganiseerde actie. Als je de beelden volgt, dan zie je gewoon dat mensen precies wisten. Ze hebben hun tijd genomen. Die verhandelen snel. Maar dat je bijna een uur de tijd neemt om rustig in mijn huis te kunnen komen, wil zeggen dat je weet dat ik daar alleen met een kind ben. Dus je neemt gewoon rustig je tijd. Ik vind dit gewoon niet kunnen. En ik vraag echt aandacht voor deze zaak. Ik wil dat iedereen dit hoort. Ik wil gehoord worden omdat ik een vrouw met een stem ben. En ik vind niet dat ik mij het zwijgen kan laten opleggen uit angst. Want mijn eerste gedachte toen dit gebeurde was angst. Ik pak de volgende dag mijn koffers met mijn kind. Ik breng mijn veiligheid op een plek waar wij dit soort dingen nog nooit hebben meegemaakt. Maar naarmate de dagen verstrijken, dan komt er een soort van vechtlust naar boven van Muriel, je gaat voor jezelf en voor je kind moeten opkomen. En dit is de manier hoe ik voor mezelf wil opkomen. Door aandacht te vragen. Iedereen die iets weet, die het herkent. Want mensen herken je aan hun loopje, hun houding. We wonen op Hanna'slus. Mensen komen naar me toe van, we hebben die en die hebben we ontdekt. 2 van de Apintistraat, 1 van de Samburastraat. Het bewijs heb ik niet. Ik ben ook niet degene die iemand kan gaan oppakken. Dus als er al zoveel gesproken wordt hierover, dan is het tijd om actie te ondernemen. Maar als je niet eens de beelden komt ophalen, waar staat je dan? Weet u, het is heel vervelend om te zeggen, maar
ik weet van, dit zijn traumatische ervaringen. Toen ik naar het politiebureau ging, heb ik zelf gevraagd om een nummer van slachtofferhulp. Omdat ik vind dat, los van mezelf, Kademika Jeb Misere van Tjunso, mijn kind begeleid moet worden. Weet u hoe lang ik heb gewacht op een nummer? En dan is het niet om mensen te beledigen of wat dan ook. Maar een nummer van slachtofferhulp hoor je op je desk te hebben, op een bord. Of misschien zelfs uit je hoofd te kennen. Zodat, want er zijn te veel slachtoffers in het land. Je moet ze meteen slachtoffer. Ik moet jou niet vragen. Vanuit jouw functie vraag je mij. Heeft u behoefte aan slachtofferhulp? Want u heeft iets traumatisch meegemaakt. Uw kind. Ook al wil je niet aan mij als volwassene denken. Maar denk tenminste aan een 15-jarig kind. Dit is onze toekomst van morgen. Van hij moet begeleid worden. Want hij heeft wel iets gedaan wat hem zijn leven zou kunnen kosten. Dan had ik hier gestaan met tranen dat ik mijn kind kwijt, dat ik mijn kind gewoon kwijt ben. Dus voor mij heeft het systeem gefaald en het valt nog steeds. Maar het liefst heb ik dat er nu iemand voor mijn deur staat en zegt, wij zijn van de digitale recherche, wij zijn de camerabeelden komen ophalen. Dus via de media wil ik de politie vragen. Ik wil de afdelingen vragen die hierover gaan, alsjeblieft. Er zijn al te veel koppen gerold. Er is al te veel bloed gevloeid. Er zijn al te veel slachtoffers gevallen. Hoeveel moeten er nog vallen? Toch? Train meer mensen. Neem meer mensen in dienst. Zo om dit soort dingen om het op te vangen. De gemeenschap leidt er gewoon te veel onder. Dit kan niet, dit demotiveert. En ik wil niet gedemotiveerd raken door een vliegtuig te pakken en terug te gaan waar ik vandaan kom. Omdat ik had gedacht met mijn stap naar Suriname, dat ik eigenlijk het diaspora-beleid gewoon opvolle en een bijdrage kom leveren aan het land. Ik ben niet in Nederland gebleven totdat ik met een stok liep. Nee, ik dacht, ik ben nu nog fris en fruitig. Ik kan nog heel veel betekenen. Ik werk met ouderen, met een kwetsbare doelgroep. Ik probeer goed werk te doen, gezegend werk. Weet je hoe moeilijk het is om mezelf dan staande te houden voor mijn cliënten? Terwijl ik zelf niet goed ben, maar gelukkig. Mijn cliënten, hun begeleiders, hun kinderen zijn allemaal fantastisch voor me geweest. Ze hebben me rustruimte gegeven. Ik zeg, weet je wat, laat me even bijkomen. Niemand heeft zijn mensen afgeschreven. Niemand heeft hun weggehaald. Ze hebben er voldoende vertrouwen in gehad van, we laten onze mensen, omdat we weten hoe die mevrouw haar werk doet. En los daarvan heb ik een security bedrijf van... Ja, ik heb ze ingehuurd voor extra veiligheid, zodat mijn kind eindelijk kan slapen. Kijk, overdag gaat er niet zo gauw iemand komen, dan heb ik mijn cliënten. Maar 's nachts vind ik dat het mijn taak is als moeder, dat mijn kind eindelijk na al die dagen gaat slapen. Geld is iets wat we verdienen, wat we kunnen maken. Dus als dat er tegenover staat dat ik het moet gaan inleveren voor de veiligheid van mijn kind, dan is dat wat ik doe. Maar het hoort... Als ik mijn verantwoordelijkheid als moeder heb genomen om het kind te beschermen, vind ik dat de overheid mij in de steek laat door me verder te helpen om die bandieten die waarschijnlijk gewoon hier in de buurt rondlopen aan de hand van de tips. Je geeft ze de gelegenheid nu om te vluchten, om weg te rennen. Er zijn te veel dagen verstreken, meneer Ganesh. Had u een oproep naar de minister van Justitie en Politie, minister Kenneth Amoksi? Jazeker. Ik hoop dat hij deze beelden te zien krijgt. Minister, echt waar. Mijn moeder hart, u heeft geen idee wat ermee gebeurt. Ik moet mezelf zo staande houden. Wat op mijn netvlies zit, is meer dan een trauma. En als ik naar mijn kind kijk, dan breekt mijn moeder hart. Er moet iets gebeuren, alsjeblieft. Laat mensen gewoon hun werk doen. Net als hoe ik opsta elke dag om mijn werk te doen. Om ziekenhuizen hebben niet genoeg personeel of ze worden onderbetaald. Ik zorg ervoor dat ik werk creëer voor andere mensen. En dat ik zo een beetje van het werk uit handen neem. Help! Het kan zo niet. Ik kan niet met deze trauma rondlopen. Ik doe het niet alleen voor mezelf, maar ik doe het gewoon voor iedereen.
die hetzelfde heeft meegemaakt, doe alsjeblieft wat. Geef tenminste opdracht dat iemand die beelden komt ophalen. Want ik kom nergens, mensen zeggen me, ik word teruggebeld. Ja, ze komen vandaag, vandaag wordt morgen, morgen wordt overmorgen. Ik ben nog steeds niet geholpen. Dus alsjeblieft, doe hier alsjeblieft iets mee. Want je maakt iemand gewoon geestelijk, mentaal gewoon helemaal kapot.